Diep in het bos leven de monsters. Ze wonen er in een grot. Daar slapen ze. Of ze praten met elkaar. Soms spelen ze een spel. Ze zijn daar aan het wachten. Wachten tot ze weer eng kunnen doen. En weer mensen bang kunnen maken. Ineens horen ze een geluid. Iii. En dan krrrg. Iets groots komt binnen. Het heeft de schubben van een draak. En een bek met scherpe tanden. Het is een monster. Maar dit monster is wel heel groot. Alle monsters zijn bang. Het is nog groter dan zijzelf. Wat een eng monster. Vlug, weg hier, roept een monster. Rennen, roept nog een ander monster. Maar dan horen ze gelach. En ze zien iets kleins. Het glijdt onder de schubben vandaan. Het is het kleine monstertje. Haha, lacht hij. Ik heb jullie bang gemaakt. Nu lachen de monsters ook. Wat een goede grap, zeggen ze. Nee hoor, zegt de olifant. Het is niet alleen een grap. Het monstertje was echt eng. En de olifant vertelt over de dag. Het monstertje heeft de muizen bang gemaakt. En hij heeft ook mensen bang gemaakt. Zelfs een jager was bang. Echt? Vraagt de monster. Een jager was bang? Maar dat is een monster nog nooit geluk. De monsters klappen in hun handen. Juichend tillen ze het monstertje op. En ze roepen, goed gedaan. Nu ben je niet meer ons kleine monstertje. Het grote kleine monster. Zo noemen ze hem vanaf nu.